In deze les gaan we deel 1 noten lezen leren en diverse tekens die in de muziek voorkomen. Je komt niet onder dit soort dingen uit, dit is gewoon, dat hoort bij muziek. Je ziet bovenaan een vakje met 3 soorten sleutels staan. Nou, wij leren uiteindelijk maar 1, dat is deze. Oftewel de G of de VO-sleutel. Deze leren we ook. Halve rust. De kwart rust. Daar hoef je niks te doen. Hier, altijd makkelijk. Dan de halve noot. En de kwart noot. Noten lezen. Muzieknoten worden geschreven op een notenbalk. 5 lijnen onder elkaar. De onderste lijn heet de eerste lijn. En de bovenste is de 5e. Hoge noten staan hoog in de notenbalk. Piep. En de lage noten staan laag op de notenbalk. Bah. Je leest ze precies hetzelfde alsof je een tekst leest van links naar rechts. Noten kunnen op de lijntjes staan, maar ook tussen de lijntjes. Erboven dus, of eronder. Noten op de lijnen. Zie, het lijntje gaat er doorheen, als een kraaltje door een snoertje. Noten tussen de lijnen, onder of boven. De tussen geklemd, tussen de 2 lijntjes. Dit zijn dan ook de tussenlijnnoten hoor. En dit zijn dan de lijnnoten. Door de lijn. Net als een kraaltje. En zo passen er 11 noten in een notenbalk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maar dat is lang nog niet alles. Soms is zelfs dat niet genoeg. Dan gebruiken we hulplijntjes. Hulplijntjes, korte lijntjes, omdat het hier niet in past, trekken we daar nog extra lijntjes bij. Dan niet van links naar rechts helemaal, zo'n lange lijn, maar korte lijntjes. Anders zou zo'n eenzame noot met een hele lange lijn moeten staan. Dat is niet zo. Korte lijntjes of hulplijntjes. Sleutels. Hoe hoog of hoe laag een noot op de notenbalk staat, geeft aan hoe hoog of laag de noot klinkt. Maar je kunt pas echt weten hoe een noot heet als er een sleutel voor de notenbalk staat. Nou. Dan gaan we kort maken met wij doen alleen de G-sleutel. En de G-sleutel geeft aan dat dit kraaltje, deze noot, deze lijnnoot, de G is. Dus de 2e lijntje van onderen, dat is de G. Oftewel 1, 2, 3, het 4e lijntje van boven. Dat is hetzelfde natuurlijk. Voor mij is dat allemaal logisch natuurlijk, voor jullie nog niet. Maar goed, dit is de G. Dat is het geheim van de sleutel. Goed, ik krijg een opdracht. Probeer de sleutel van je eigen instrument te tekenen. Nou, wij hebben gewoon de G-sleutel. Dus wij tekenen de G-sleutel. Teken hem eerst over met je potlood, zodat je een beetje het gevoel krijgt hoe je dat moet doen. Deze zou ik rechter maken naar beneden. Goed. Je kan hele mooie sleutels maken wat dat betreft. Het is een middeleeuwse G. Je ziet hier misschien nog een beetje een G. En dan hadden ze allemaal versieringen. Het is een middeleeuwse G, zullen we zeggen.
Nee, dat is zo. Goed, dan probeer je het hier nog een keer. Dan ga je eerst omhoog. Dan naar beneden. Je gaat een rondje maken. En dan ga je er langs. Naar boven. En dan naar beneden. Nog een keer. Rondje maken. Dan ga je naar langs dat rondje omhoog. Een slagje naar links. En dan naar beneden. En een bolletje. En zo kunnen we de 1, 2, 3, 4, 5 wel maken. Goed, einde van dit filmpje.